Nou, dat zou wat worden. Goedemorgen mensen, Eduard Jagen en Vissen. Ik wil jullie vandaag eens laten zien hoe een hagelschot eruit ziet in de storm. Op een meter of 40. Op dat water, ik weet niet of jullie het kunnen zien, ga ik een schot lossen. En ik ben er bijna van overtuigd dat dat schot ernaast komt. Vanwege de harde wind. Dus mocht je ooit in harde wind moeten schieten, schiet dan voor de wind of tegen wind. Want alleen dan komt je schot echt netjes af. Ik weet niet of dit allemaal werkt met dat cameraatje zo. Ik ga naar buiten, ik ga voorbereidingen treffen en dan proberen we het straks buiten. Ik hoop dat mijn haar een beetje netjes zit. Ja, waarom? Ja, gewoon omdat ik het waard ben. Ik zie jullie zo in het land. Positie. Hier zie je mijn geweer lopen, schiet ik op die eend die daar drijft. Dat was één schot. Ik hoop dat je het kan zien, ik probeer het nog een keer, let op. Ik pik op die eend, zie je die eend drijven? Het schot er een meter naast. Ik sla hem tegen af en kom straks terug. Dus, naar aanleiding van die storm gisteren en die schotbeelden die ik gemaakt heb op het water, ben ik gaan denken. Kun je dit ook berekenen? Nou, ik ben niet zo goed in rekenen, maar mevrouw en internet hebben me een beetje geholpen. Ik heb de hagelsnelheid berekend op 350 meter per seconde. De afstand tot het doel is 40 meter. De windsnelheid was Beaufort 7, wat houdt in 50 km per uur of 14 meter per seconde. De hagel, naar berekening, is dus 1,11 seconden onderweg om die 40 meter te overbruggen. De wind heeft dus 0,1 seconde de tijd om de hagel af te buigen. 14 meter per seconde maal 0,1 is 1,4 meter. Dit zien we terug in het filmpje. Het is weer goed.